Ook bij Ootje Eppie staat Babette Heijnen. Doe jij voor het eerst mee? Ja, voor het eerst dit jaar. En wat doe jij? Schilderen, tekenen? Ik teken en sinds kort schilder ik ook. En ik heb ook een boek geschreven. Ik heb deze twee. Dat zijn twee kleine portretjes. Ik heb er hier eentje. Het is een vaasje. En aan de andere kant staat ook nog wat. Opgejaagd. En wat is dat? Een roman? Het is een boek voor jongvolwassenen. Het is ongeveer vanaf 13 jaar. En het is een novella eigenlijk. Opgejaagd. 1595, ja. Zie ik. Is dit de eerste keer dat je meedoet met de kunstroute? Nee, ik heb één keer eerder meegedaan, volgens mij 3 jaar Heb je vandaag nog iets anders dan voorgaande jaren? Ja, ik heb dit jaar heel veel loodgravures staan. En ik heb wat werken met inkt. Ik heb wat inkt laten vloeien en dat vervolgens met Grafty spuitbus bewerkt. Als ik het goed zie, is dit de moeder van Kim. Klopt dat? Klopt helemaal. En u zit ook een beetje in de kunst? Ja. En is hier al wat te zien van uw hand? Deze kant. Deze kant? Schilderijen en loodwerken. Ik maak weefwerken, decoratieve weefwerken, geïnspireerd op de Spakenburgse klederdracht. En die, het kan abstract, maar het kan ook een beetje figuratief. En wat ben je nu aan het maken? Nu ben ik bezig met kleine kraplaphangertjes. En daar maak ik dan nog een hangertje aan. En die kunnen leuk in een kerstboom hangen of ergens anders. Daar wordt het wel tijd voor, hè? Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Je moet wel doorgaan dan. Ja, dit is even hard werken. Deze zijn nu allemaal al verkocht en dan moet ik nog meer maken. Ik ben hier bij Kanjes en dan kom ik Vera tegen. Vera, jij exposeert hier. Wat maak jij allemaal? Over het algemeen portretten met olieverf of linnen. Doe je voor het eerst mee? Ik heb een aantal jaar geleden ook een keer meegedaan.
Dit is zwart, blakke zwetering, roze zwetering. Geschilderd. Dit is geschilderd. En de kraplap is met stofjes, de boormouwen en de schort. De schort is helemaal stof? Ja, dit is allemaal stof. Kijk, hier heb je de... Grappig. Wat heb jij geschilderd? Ik heb de vaas en de bloemen bij Weberut geschilderd. Ja? En de abstracten heb ik elders geschilderd. Wat? Dat zijn deze drie foto's. Foto's op canvas, urbex fotografie. En deze twee en deze drie boven.